Oké, ik ben eens op zoek naar Koen. Hij heeft net een wedstrijd gezwommen en het ging niet zo heel erg goed. Ik denk dat hij hier zit. Koen, ben je daar? Ja, met rust. Wow, wil je even open doen? Nee. Oh, maar ik wil het even over de wedstrijd hebben. Nee, dat wil ik niet. Maar ik ben het, hè, Naomi? Ik weet maar niet uit. Oh, oké. Okay. Koen. Ja? Ik ben even naast je komen zitten. Is dat goed? Oké. Okay. Vertel nou even, waarom ging het nou niet zo goed? Nou, ik had dus 4 goede geluksbandjes. En toen ging ik naar het zwembad en toen brak er 1 af. En ik de 3 en heb verloren. Maar eigenlijk komt dus door jouw gebroken bandje dat de wedstrijd slecht ging. Ja. Hij is bijgelovig. Weet je wie ook heel erg bijgelovig is? Nee. Ikke. Lekker boeien. Oh, oké. Okay. Even denken hoor. Eigenlijk moeten we voor jou een nieuw bijgeloof zoeken. Misschien. Oké. Okay. En ik weet wel iemand die ook heel erg bijgelovig is. Wie dan? Very, very fast. Wie? Ferry Weerman! Wordt het Weerman of wordt het Janottis? Oei, 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 oei. En het kan nog. Dat is toch goud? Fantastisch gedaan, Ferry Weerman. Olympisch kampioen Ferry Weerman. Ken je die? Ja, die ken ik. Daar heb ik tijdens de Olympische Spelen super veel selfies meegemaakt. Oh, cool. Die kan je trouwens checken op de Instagram page van Zapsport. Koen, ja? Wil je nu wel naar buiten komen? Jazeker. Oké. Yes, kom. Gaan we op zoek naar Ferry. Daar is die dan hoor. Ferry. Beetje doorlopen. Oh, sorry. Kom. Hij is natuurlijk een beetje moe van zijn training, hè? Denk je niet? Denk je niet? Rondje te zien, man. Bam, 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 bam. Zo. Gezellig. Nou, Koen. Ferry. Koen heeft een wedstrijd gezwommen. En het ging niet lekker, Koen. Nee. En waar kwam dat door? Ja, mijn bijgeloof. En wat is jouw bijgeloof? Ik heb 4 geluksbandjes. En er zat er maar een blauwe bij. Maar die is afgebroken. Die is weg. Maar nou weten wij dat jij ook een groot bijgeloof hebt. Ja, ik ben ook heel bijgelovig. Ik heb een zwembrilletje. Ja? En dat is, ik noem het het winnende zwembrilletje. En dat moet ik op hebben tijdens al mijn belangrijke wedstrijden. En als ik mijn winnende brilletje op heb, dan win ik altijd. Altijd? Altijd. Dus hij heeft hetzelfde. Wij zijn nu dus op zoek naar een nieuw bijgeloof voor Koen. Dus wij dachten, misschien mag hij jouw geluksbril wel even gebruiken. Ja, maar zwemmen is niet alleen maar een brilletje. Hè. Je moet ook techniek hebben. Dat brilletje één. Nee. Wat? Mag alleen ik dragen, niemand anders. Maar zullen we eerst eens even kijken naar hoe die zwemt. Water in. Ja. Klaar voor de start. Af! Woe! Oh, dit zag er wel al goed heel. Ik vond het wel een hele mooie duik ook. Wat valt je op? Ja, hij gooit een beetje met zijn armen. Als daar iets meer controle in komt, dan gaat hij veel rustiger door het water. En dan gaat hij meteen ook een stuk sneller. Heel goed. Goed gedaan. Je hebt 1:22.9 gezwommen. Dus dat is natuurlijk een hele goede tijd. Ja. Maar wij gaan er vandaag voor zorgen dat je nog sneller gaat. Okay, we gaan nu zo meteen de slag opdelen in 4 stukjes. Ja. We hebben de overhaal. Dan heb je het eerste stukje van je doorhaal, dat noemen we de catch. Ja. Dan heb je de pull en de push. Doe je net alsof je zwemt. Dus je haalt door. In je overhaal ga je je schouder aantikken. En dan, als je overhaalt, dan tik je ja. Ja, hij ziet er best goed uit. Ja, dat is goed. Nu gaan we het ook in het water oefenen. Ja, yes. Oké. Goed. Woe! Hoe voelde dit? Het was voor mijn gevoel wel dichterbij, maar het was nou niet goed rechtlicht. Heb jij een snorkel bij hem? Ja. Dan gaan we die even pakken. Leuk. Het blijft een beetje toch in mijn achterhoofd hangen. Een stukje bijgeloof misschien. Misschien kan ik toch nog even iets halen of zo. Wat... Zolang je maar niet mijn brilletje gaat pakken, want die is van mij. Nee. Oké. Ik ga het niet pakken. Iets anders. Het enige wat je hoeft te doen, is je elleboog buigen. Dus je doet alleen het allereerste stukje. Ja? Oké, jongens. Hallo. Dit zou zomaar jouw nieuwe bijgeloof kunnen worden. Ik heb echt goed gevonden namelijk. Pana! Een supermooie regenboogbadmuts. Ik denk dat dat best wel kan werken. Want er zitten natuurlijk ook weer de kleuren van jouw armbandjes in. Okay. Zo, Koen, deze badmuts, deze mooie regenboogbadmuts, gaat jou gewoon helpen aan een snellere tijd. Ja, ik geloof daar gewoon bij, geloof echt niet helemaal. Ja? Het is niet alleen een badmuts, hè. Je hebt ook gewoon nog steeds techniek nodig. Zo, Koen, zullen we het gaan testen? Ja, je gaat de tijd zwemmen, jongen, ik weet het zeker. 100%, water in, hop! Daarna gaan we wel weer wat aan techniek doen, hoor. Oké, Koen, water in, kom op! Ja, eerst het. Go! Het gaat goed. Kijk hem gaan. Ja hoor, dat is het wel. Kijk dan!